Vanaf 2015 krijgt iedere klant van ISACERT NAC Agro de mogelijkheid om de bemonsteringsuitslag van uw perceel online in te zien. U kunt de uitslag bekijken op de Akkerweb website, waar de uitslag voor u op de kaart van uw perceel wordt gevisualiseerd. Binnenkort bieden ook andere bemonsteraars de uitslag van een bemonstering op deze wijze aan. Met één blik op de kaart ziet u of er een besmetting is aangetroffen en waar de besmetting ligt op uw perceel. Tineke gaat naar www.akkerweb.nl en logt in met haar gegevens. Na deze eerste inlog stelt ze haar eigen wachtwoord in. Tineke is nu ingelogd en kiest voor de bemonsteringen-app waarin haar uitslagen al zijn toegevoegd. Niet alleen de actuele uitslagen, maar ook die van voorgaande seizoenen zijn terug te vinden. Aan de rode kleur van het informatie-icoontje is in één oogopslag te zien dat er een besmetting is gevonden. Op de kaart van het perceel wordt de besmetting weergegeven. Door met de muisaanwijzer op de besmette strook te gaan staan, krijgt zij links in het scherm gedetailleerde informatie over deze strook. Voor het juiste advies gaat ze naar de Nema Decide-app. Tineke kiest de uitgangspunten voor haar teeltplan en de gewenste bemonsteringsmethode voor weergave van de detectiekans. De app berekent nu de detectiekans bij het ingestelde beleid. In de kaart wordt de bemonsteringsuitslag weergegeven. Tineke kan ook kiezen voor een weergave van het behandelingsgebied. Een andere kaart geeft de besmettingshaard weer. Door aan de linkerkant van het scherm te kiezen voor het jaar 2016, kan zij zien hoe groot de haard was en door vervolgens op 2018, het jaar van de aardappelteelt, te klikken, kan zij zien wat het effect is van de teelt op de grootte van de haard. Ook kan zij kijken wat het effect is van toepassen van granulaat. Ze klikt weer op berekenen, waardoor het effect van de granulaattoevoeging wordt doorgerekend. Het effect kan ze zowel op de kaart van het perceel als in de tabel met resultaten bekijken. In de tabel kan ze zowel de detectiekans zien in de uitgangssituatie, na een teelt zonder granulaat en na een teelt met granulaat. Ook kan zij kiezen voor een ander ras. Uiteraard kan ook hier weer het effect op de besmettingshaard in een kaart worden weergegeven. In de granulaat-app kan Tineke middel en toepassing kiezen voor het gekozen behandelingsgebied. Via de instellingen kan ze de gewenste weergave kiezen. Tineke kan hier de taakkaarten downloaden voor haar GPS-gestuurde apparatuur. Dit is een doorbraak in precisielandbouw.